Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Disneycraft. We hebben alweer aflevering 121. Het is echt alsof het gewoon niks is eigenlijk. En het is zo bizar eigenlijk dat we, als ik oude afleveringen kijk, dat het gewoon niet normaal is veranderd. En dat mensen die alle afleveringen volgen dat gewoon meemaken ook. Toch? Mm-hmm. Want ik kijk serieus nooit de afleveringen terug. Wel soms, en dan schrik ik me dood hoe het was. Echt niet normaal. Ja. Nou mensen, dit keer gaan we iets doen hier in de studio's. Dus dat is spannend, want het is hierna het intro. Okay, people, let's go to work. Leroy, ik heb gehoord dat er een wilde tijger is ontsnapt. Oh, alweer. Alweer? Oh god. Wat is er? Oh, nee, voor de eerste keer. Nog maar. Ja, voor de eerste keer? Oh, ja, oh in Disneycraft? Ja, ja. Nee, nog niet. Ja, in Disneycraft nog niet, maar hij is gespot, begreep ik. Oké. Okay. Oh. Dus misschien vinden we hem. Oh. Ja. Nou, daar loopt de olifant. Oh. Wat toevallig. Ja. Daar loopt er een. Even aanspreken. Is de Lion King kapot of zo? Ja, dus Simba's trots, hè? Hallo? Ja, hallo. Meneer de tijger, wat komt u hier doen? Ik denk bewaken. Bewaken inderdaad. Nou, laten we maar bewaken dan. Want wat gaan wij doen, Leroy en Gio? Wat? Ja, kijk eens achter je. Ik ga niet schrikken. Oh, Halloween is voorbij. Ik hoef niet. Okay. Ja, Halloween is voorbij. Nee. Ik zie. Oh ja, die prullenbak inderdaad. Ja, nee, mooi, inderdaad. Ja. Helemaal vol. We hadden het over dat bankje hier. Eigenlijk. Oh, toch wel, ja. Wat is er met dat bankje dan? Oh, die zit goed voor hij mij. Hij zit lekker. Ja? Ja. Ja. Die moest je ook eens uitproberen. Kon er maar. Ja, ik ga hem eens proberen. Ja. Zo, huppakee. Even F5 doen. Oh ja, zit goed. Ja. Ja. Ik heb een bodysuit, zie je het? Dit is mijn onesie. Oh, veel nice. Mooi? Ja? Ja, hij is alleen een beetje bruin. Ja. Ja, ik doe er ook mijn behoefte in. Ja, ik doe mijn behoefte erin. Nee, natuurlijk bedoelde Leroy en Gio dit, attractie gebeuren ding. En, nou ja, ik vind het heel netjes. Ik ga een pickaxe pakken. En ik ga de eerste steen kapot slaan. Oh nee. Yay. Ja, officieel is deze nou echt gewoon weg. Deze gaat weg. En Arno, welkom in de opnames. Arno is er ook bij van Freeze Hosting natuurlijk. Oh, hoi. Hey, hallo iedereen. Spontaan, ja. Pak je portemonnee maar. Ja, inderdaad. Nou, dat wordt weer leegkapen. No. Nee, we gaan even verder met de opname hoor, als je het niet erg vindt, Arno. We gaan namelijk de Toy Stories lopen. Waarom? Omdat deze geheel vernieuwd wordt. Ik wil nog wel even met iedereen binnen kijken voordat we hem weg gaan halen. En wees niet bang, hij staat in de hoek van Disneycraft. Ergens in de hoek van een hoek van de server. Dus we hebben vier hoeken, logisch. En daarin staat dus deze attractie gekopieerd en wel. Zo, we zijn er weer. Ik hoor waterstromen. Hoor je dat ook? Water? Ik hoor water. Nee. Hoor je dat niet? Ik heb mijn geluid aan. Oh, nou. Oh ja. Is dat aan de kant? Wat? Ja, hier? Is dat aan de kant, Gio? Ja, verder. Okay. Ja? Hoort nu nog? Wat we wel weten is dat. Een stok pakken. Dat dit natuurlijk een attractie was, een loopattractie met een jump map erin. En die jump map kan je hier duidelijk zien dat het hier een stukje was. En een aardbol en een beker hadden we en een groot bed van Andy. Met erop natuurlijk de raket, de space ideeën. Print. De print, ja, inderdaad. Ja. En een klokje stond er waar je ook op kon jumpen, trekken. En ging je daarop. En je kon daarheen en dan kon je weer hier zo en dan ging je de boekenkast in en daar zat ook weer een jump map in. En uiteindelijk kom je uit, ik geloof, hier beneden en daar stond in van je hebt de Toy Story map gehaald. Nou en wij vonden het museum is prachtig trouwens, die heeft Robben ingericht. En Robben met Irma geloof ik, uit mijn hoofd. En, nee. Niet Robben met Irma? Met mij. Oh, met jou? Oh, sorry Leroy, met jou dan. Oh, en dit is jammer! Het is echt een schitterend museum. Het is echt mijn complimenten. Het zit ook heel erg leuk. Dit is het Toy Story Museum. Maar, zoals je ziet, is het echt een blokkendoos aan attractie. En gaan we dit dus weghalen voor een reden. Maar komt er wel wat voor in de plaats. En voordat we natuurlijk wat gaan verklappen. Nou, eigenlijk mogen we niks verklappen. We willen wel zeggen dat het een dark ride gaat worden. Dus we krijgen eigenlijk weer een oldschool attractie in de server. Is dat niet geweldig? Ja. Heel gaaf.
En zelfs voor die nieuwe attractie wordt er een nieuwe plugin ontwikkeld. En dat zegt ook wel iets over wat gaat gebeuren. Het wordt namelijk een interactieve dark ride. Nou, is dat niet fantastisch? Pam, 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 pam. En dat is natuurlijk 10 keer beter dan deze blokkendoos. Ik ga gewoon de eerste steentjes verwijderen met World Edit. En dan gaan we gewoon kijken, laagje voor laagje, wat is een... Wat, deze attractie heeft echt veel blokken. Ik heb nu al 14.000 blokken weggehaald. En dit is echt een project geweest van mij in het begin. En ik geloof dat ik dit... Ik weet niet of ik dit in mijn upje heb gedaan, maar volgens mij wel. En dat weet ik niet zeker, maar dat was omdat ik zeg maar... dit was nagebouwd van een aantal objecten. En die objecten heb ik eigenlijk bij elkaar gezet in een map. En dat is wel, het meeste is gewoon hand voor hand gebouwd. Dus dat is echt heel veel werk. Er is heel weinig World Edit gebruikt. Behalve dan die boekenkast en zo. Maar ik ga het wel missen, deze attractie, vind je niet? Toch wel, hè? Ja, ik vind het wel. Ja, er genoeg historie aan deze attractie. Een hele ook wel een beetje, hoor. Nostalgische het, attractie. Eigenlijk wel, ja. Dat zie je ook wel terug, vind ik zelf. Ja, toch? Vind je niet? Ja, op zich wel, ja. Vooral de vierkante, of de vierkante hoek erin, hè? Ja. En natuurlijk komt hier wat anders voor in de plaats. En wat kunnen we natuurlijk nog niet zeggen. Ja, dat het in ieder geval wel een interactieve dark ride wordt. Wat jullie nu inmiddels wel weten. En helemaal in de ban van Toy Story. Maar ook met een karakter die we nog eigenlijk nooit hebben vernoemd in de server. En die hoort eigenlijk bij Toy Story. Heel weinig inderdaad. Ja. En dat is natuurlijk... Mogen we dat zeggen? Of gaan we nog... Goed. Ga je dan niet te veel spoilen? Zullen we dit eens een keertje geheim houden? Ik hou dat eens geheim. Ja, er komt een karakter naar de server. Dit wordt eigenlijk genoemd en je hoort eigenlijk ook gewoon bij Pixar, bij Toy Story en ja, hij hoort er gewoon bij. En daarom gaan we de Toy Story vervangen. En ik kan echt niet vertellen, ik mag niks spoilen, ik mag niks verklappen, dus ik kan ook niks zeggen wat voor interactie het wordt, zeg maar. Maar we kunnen er wel, we zeggen dat we wel achievements mee, je kan er wel achievements mee verdienen. En het lijkt me leuk, Leroy, om dit hoekje wel te houden. En dat we dan dit bruine zooi laten we overlopen in de attractie. Dus we gaan dat eens even proberen zo. Dat we even iets weten van hoe en wat. Als ik nou dit en dan zeggen we dat Z195.15, dat is de brown. En dan gaan we eens kijken hoe dat er dan uitziet. En dan is het meer een dark ride gevoel, vind ik. Ja. Hè, dat merk je al gelijk. En zo makkelijk gaat dat. Zo. Hatsa flats. Nee, het zag er ook niet uit hoor, zo'n hele grote blokkendoos. Het was echt een vierkant. Hè? Ik vind het er al veel beter uitzien. Alleen het is natuurlijk nog helemaal niet ingericht. En het wordt ook niet meer zo groot als eerst. Want ja, Toy Story was natuurlijk echt ontzettend groot. Omdat natuurlijk alles... Ja, dat is het nadeel van Toy Story. Omdat wij zoiets hadden van, we maken alles heel groot. Moet ook alles groot gebouwd worden. Waardoor je dus heel veel plek inneemt eigenlijk. Zo. Dat is wel echt jammer, hè? Maar ik vind het wel weer een opknapbeurt. Dat wel weer, hè? Ja. Iets ouds gaat toch wel weer weg. Wat er altijd al heeft gestaan, eigenlijk. Gaat wel missen. Maar het wordt toch weer vernieuwd. Echt, hè? En ik vind dat we dingetjes wel moeten laten staan als gewoon de attractieplaats blijven staan hier. Want hij vroeg even, heb ik nagedacht. Vroeger stond hij namelijk op een hele andere plek. Stond hij tegenover... Het Sprookjeskasteel, dat nu helemaal ergens anders staat. Want dit is duidelijk een studio-attractie. Omdat je, Toy Story staat natuurlijk ook in... zeg ik dat goed? In Disneyland? Zeg ik dat goed? Ja, er staat een Toy Story-gebied, maar geen dark ride. Dus. En het hoekje wordt dan geconfronteerd met dat, ja. En dan kunnen wij hier zeggen, we halen hier een laagje, de laatste laag weg. En dan hebben wij een complete... Oh! Complete halve raket. Ja. Ik zal hem eens even hier een zwarte laag achter geven. Zo. We weten in ieder geval dat hoort bij de dark ride. Zo. Kijk, dan weten we dat. En wat is hier achter? Is hier ook nog wat achter? Ja, dit is de muur. Dus dan kunnen we dit tot hier maximaal... maak ik dit ook zwart. Want een dark ride hoort natuurlijk meestal met zwarte wol maken we het. Zo. En de vloer maak ik even een egaal kleurtje. Dus een kleikleurtje meestal. Dat vind ik wel overzichtelijk. Zo. En dan zie je ook gelijk dat we een wat groter gebied hebben voor de dark ride. Het is best wel een groot gebied hoor, dit.
Het wordt een hele grote darkride. Kijk, dit is ook wel een beetje even een duidelijk kleurtje. En dit is de uitgang, dat je door het museum gaat. Dus dan weten we dat ook gelijk. Oh, leuk, ja. Net als de Wally. Zonder dat ga je bij de uitgang inderdaad nog door een winkel of nou ja, in dit geval het museum. Ja, klopt. Dat is ook wel leuk. Dus kunnen we sowieso hier een tunnel maken. Een soort van, dat zou ik dan doen van een ander soort. Misschien van een beetje paars natuurlijk. Want een beetje de kleur aanhouden van Toy Story. Uiteraard, ja. Kijk hoor, dan moet deze even naar voren en dan moet deze paars worden. En dan is dit een soort van ideeëntunnel. Nou ja, een ideeëntunnel. Ja, ken je dat, ideeëntunnel? Nog nooit van gehoord. Nee. Maar het combineert wel leuk trouwens met, zie ik nu ook. Inderdaad, ja. Ja, die mag met paars. Maar ja, dat is... Dat is voor later. Daar kan je nu niet zo heel veel aan doen aan die tunnel. Je weet niet precies waar je uit gaat komen. Nee, klopt. Maar, een beetje een idee, doe ik eventjes wel even kort afronden, even kijken hoor. Ik vond dit wel een idee. Even grof hoor, maar dat komt later wel. Ziet er wel schattig uit. Oh ja. De kleuren van Toy Story. Nou, we kunnen nog niet eigenlijk beginnen. We hebben wel, de plugin is al af, dus we kunnen eigenlijk wel beginnen. En als jullie zoiets hebben, als we een keer met het hele team zijn, dan gaan we gewoon eraan werken. Maar dan, dan gaan we nog niks van de... plugin zeggen of hoe en wat. Wat is dit? Ja, ik was even iets aan het... Leuk! Hier, dit ja. Oh ja, hier leuk kan joh. Je misschien wel... Oh, dat is gaaf. Daar kunnen we wat mee doen, ja. Zo. En dan daarachter dat groen. Oh, dat is wel... Even kijken hoe dat eruit ziet. Een beetje een soort tijdnol effect. En misschien wel een winkeltje hier of zo. Een klein winkeltje waar je je foto kan kopen hier. Een actiefoto, ja. Ja. Oh, dat ziet er wel leuk uit vanaf deze kant. Dag meneer, en een kassetje natuurlijk. Ik zou het even anders doen. En hier een deurtje natuurlijk. Jaha. Zo, hier. Ah ja. Of een wit deurtje past misschien nog beter bij de wit. Wit is beter, ja. Ik zal even een iron door pakken. Maar dat is wel apart, we beginnen aan de uitgang van de attractie. Ah, dat is wel leuk, ideetjes toch? Dat wordt er toch gekomen. Zo. Ja. En dan moet je aan het einde moet je het helemaal... Of aan de achterkant misschien, dat is nog beter. Van, gewoon helemaal opnemen. Zo, is beter nog. Ja? Ja, vind ik wel. Dan kan je de zijkant weer opvullen met wat anders. Oké. Ja, leuk joh. Ja, hier komt dus de darkride. Dit was een beetje een update video ook voor jullie. En ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En zullen we nog even een ritje maken met z'n allen? Met z'n drietjes. Zullen we nog ergens ingaan? Een rietje. Een rietje. Een rietje. Goed, zeg maar. Welke vinden jullie? We kunnen nu natuurlijk kijken wat er allemaal open is, hè? Oh! Ja. Dat is misschien nog leuk om te laten zien. Zullen we eens even naar Warp Hub gaan? Leg het uit. Nou, ga maar met me mee. Naar Warp Hub. Ik heb dat niet gedaan. Ik sta er los van. Maar Gio heeft wat geregeld met Justin, geloof ik. En klopt dat wat ik zeg? En ook met Leroy. Met die Leroy. Ook, heel erg handig groep. Pieter. Heb je trouwens ook de paaltjes gezien die ik heb midden heb gezet? Hier zo, bij de DC Entertainer? Ja! Oh ja! Daar moest je op klikken, ja. Ja, klopt. Als je daarop klikt, kom je ook in het menu. Maar vertel, Leroy, over Gio en Leroy. Nou, zoals je hier het statusbord ziet, staat er nu dus bij de namen van de attracties open of gesloten onder. Dat kan veranderen, dus... Ik geloof het niet. Waar zullen wij eens een ritje maken? Ik wil de kabouterrit toch wel, want die gaan wij ook namelijk helemaal renoveren. En misschien nog leuk om even... Daar gaan we ook weer een aparte video van maken, maar misschien leuk om gewoon even in de kabouterrit laatste te zien. Ritje. Nou, een laatste ritje. Zou jij dan hier staan? Nu al een laatste ritje, nee toch? Nu al? Nee. Wordt emotioneel, wordt emotioneel. Ja. De Toy Story al weg in één aflevering en dan dadelijk ook nog de kabouterrit gesloopt. Dan maken we gewoon een normaal ritje. Ja. Laten we zeggen dat de kabouterrit net zo interactief wordt als de Toy Story. Hint. Hint. Kabouterrit. Sta je nog voor het bordje? Ik sta nog zeker voor het bordje. Moet jij eens even zeggen wat er nu gebeurt? Hij is open! Het duurt even, maar hij is open! Ja. Nou, zal ik daar eens heen gaan dan? Ja, hij staat nu natuurlijk op groen en op open, dus dat is heel erg nice. Je kan hier precies zien wat er allemaal open is bij Warp Hub. Verschrikkelijk, en geloof me, dat is veel. Ja, veel beter, ja.
Ik ga eens een ritje maken. Nee, ga jij eens lekker zitten. Deze attractie is echt een prachtige attractie, vind ik zelf persoonlijk. Ik vind hem heel leuk. Hij is misschien wat aan de beetje saaie kant, maar dat gaan wij zeker nog leuker maken. En dan wordt het wel nog steeds een van mijn favoriete attracties. Maar ik mag niks zeggen, mensen. Ik kan me wel de schuld geven op dit, maar ik kan er niks aan doen. Maar het wordt echt fantastisch. Want deze attractie is speciaal gemaakt voor die interactie. Terwijl we niet eens wisten dat we die interactie gingen toevoegen. Dus even een mindfuck. Wat vind jij hiervan? Mindfuck. Ja, mindfuck. Ik vind hem hartstikke leuk met die NPC's. Meneer Paddington, echt uit het begin. Dus schattig. Is het allemaal? Echt zo oud. Woonholbeertje Loempie. Ik vind het zo mooi, die namen. Dat is toch schitterend. En die is dat Kroelbeer natuurlijk, want iemand die had als naam Bear, in het Engels, B-E-A-R, Bear. En toen heeft hij zijn skin gewoon veranderd na bijna een jaar. Ik heb zoiets van, waarom verander je skin als je ook gewoon Bear heet als naam? Ik snap het niet. Dan ook nog zo'n leuke oorlogsskin nemen. Ja, klopt, het was zo'n soldaat geworden of zo, inderdaad. Ik denk van, nou, dan ga je van zo'n cute lief beertje ga je naar een agressieve soldaat. Past helemaal niet bij elkaar met die naam, maar maakt niet uit. Nee, inderdaad. Nou, en jij ziet het al voor je, Leroy, als je de interactie al in jezelf denkt. Ja, ik zit al... ik ga niks zeggen. Nee, we mogen niks zeggen. We zitten mensen alleen maar gek te maken hier op de video. Sorry. Ja. Excuus. Mijn haatreacties. Ja, nou, ook van die mensen zijn een leuke comment neer. Want wij lezen sowieso ook de comments. Denk ook aan andere crewleden. Dus het is altijd leuk om even gewoon een reactie onderin te plaatsen. Wat je van de aflevering vond en wat jouw verwachtingen zijn voor de toekomst. Of misschien wel wat jouw verwachting wordt voor de interactie. Niet dat we met ja en nee gaan antwoorden dat je gelijk hebt. Maar we kunnen wel eventjes gaan grinniken van wow. Misschien heb je het goed of misschien niet. En dit vind ik trouwens een hele leuke. Kijk, dit vind ik schitterend. Die man die die hooibalen draagt. Ja. Die staat hier al bijna anderhalf jaar. En die heeft nog nooit deze balen verder gekregen dan deze plek. Die is nog geen centimeter verder gekomen. En die grote tractor, ik vind het wel echt een hele leuke attractie hoor. Ik ben echt een liefhebber van deze attractie. Gewoon kort gezegd, omdat dit is de enige attractie met dat boerenthema. Dus dat is, ja. Daar kun je zo lekker in bouwen. Zo'n lekkere dikke farm. Hier heb je wat onrealistisch. We gaan door het hout heen hier. Nice. Hallo. Lekkie. Oh, je ziet de naam, dat hè? Dat iemand ook Tommy, echt onder Tommy. Die tractor. Prachtig. Ja, staat er iemand in die tractor, ja? Ja, echt gewoon eronder staat hij. De onder? Oh, dit is hij er doorheen gezakt misschien. Ja. Notor? Notori of zo? Notsuru. Die moet je niet verwijderen, want volgens mij is dat wel een boerenskin. Die was heel lastig om te zoeken. Dat zal ik je eerlijk zeggen. Skin zoeken is heel lastig. Het verbergt echt heel veel tijd. En dan moet je ook nog geluk hebben dat mensen hun skin hier aanpassen. Want hier hebben we bijvoorbeeld wel wat ridderskins, geloof ik. Oh ja. Maar we gaan het wel aanpassen hoor. We gaan er wel wat meer Disney van maken. Dus er komen wat meer Disney karakters in deze attractie. In plaats van ridders en oude boeren. En alleen maar beren en kabouters. Dus dat wordt heel gaaf. Maar zoals je ziet, Pikbaard. Wat? Wat? Ja, de paard heet de Pikbaard. Zo schitterend. Die neus. Waarom zou je paard zo noemen? Oh, die heeft geen hoofd meer. Dat zou je kunnen weghalen. Kunnen ook echt alleen wij, hè? Pikbaard. Ja, dat is toch mooi, Pikbaard. Hartstikke prachtig paard. Oh, hier, ja, hij staat hier. Hier gaan we door een random kamer heen. Ik weet eigenlijk nog steeds niet van wat die kamer inhoudt, maar dit was een soort klein marktje waar die ridders hun dingen verkochten. Hey Jim. Hallo. Kijk met die zonnebril. Heb je nou nooit last van de zon natuurlijk nu, hè? Dat is wel het voordeel. Nee, maar het is wel, wel donker hoor. Soms als, met Halloween vooral, was echt donker, ik zag niks. Zoek de taart, Gio, hint. Zoek de taart, hint, oh god. Hint. Zo. En Vincent, ja? kom jij eens even mee in het hokje, want naast dat er bij de andere signs... ik heb de taart gevonden. ...zijn hier ook wat dingen veranderd. Oh, vertel. Nice. Het is krapper geworden. Misschien mogen we dit wel uitbreiden. Nou, op zich is het wel... Kan ook. Ja, maar zoals je al ziet, iedereen is... Ik zal het eventjes nog een keertje voordoen.
moment. Iedereen is deze bordjes gewend. Ja, ja, klopt. Ja, klopt. Ja, klopt. Iedereen kent dit. Ja, iedereen. Nou, de blauwe streep en de roze streep. Dat is helemaal weg, inderdaad. Het is weg bij alle attracties en we hebben nu een vernieuwde vorm van de bordjes. Wat een vernieuwing. En... Kunnen jullie dit allemaal aanmensen? Kunnen jullie het allemaal verwerken? Want dit is echt een hele hoop informatie misschien. Maar we hebben echt... We zijn nog altijd bezig met upgraden en vooral grote complimenten aan onze nieuwe admin Leroy. Dat hij echt fantastisch veel werk verricht. En natuurlijk ook Gio en Roy zien we natuurlijk ook altijd. En die mag de bloemen doen. Allemaal. Ja, als jij dan even je hoofd naar beneden doet, dan is Roy er ook weer. Ja, dan... Yeah. Oh, en Justin natuurlijk voor het ontwerpen en maken van de nieuwe plugin. Dat weet je ook wel. Het Disneycraft kistje met daarin achievements die je kan halen. En binnenkort komen daar ook weer updates van. En nu kan je zelf zien hoeveel achievements je hebt gehaald van de totale hoeveelheid achievements. Dus het wordt gewoon fantastisch geüpdate. En ik hoop dat jullie langskomen in het onderstaande IP-adres. Kom gewoon een keer langs. Ja, Leroy. Nog één ding. Ja, vertel. Doe me eens open. Mijn gulp. Plop. Kijk, superleuk. Je kan ook zien inderdaad wanneer jij hem opent en gesloten is. Vroeger moest je... Het lezen op een bordje van als die omhoog staat, staat die open. Maar nu is dat helemaal verleden tijd. We hebben het helemaal aangepast. En ik hoop dat jullie een leuke update vinden. En geef daarom ook een thumbs up voor alle crewleden. En tot de volgende video. Doei doei! Yay. Dag! Dag toch!